Wij gaan niet uitrusten, want wij gaan naar motocrossen. De beste motocrosser van Nederland, die heet Jeffrey Herlings. Hij werd al 2 keer wereldkampioen in de klasse MX2. Maar zijn derde wereldtitel die loopt in gevaar, want hij is geblesseerd. Hij heeft zijn sleutelbeen gebroken. Nou, hoe erg het is, dat gaan we zo van hem horen aan de duikplank. Ga je mee? Jeffrey, leuk dat je er bent. Het is de derde keer dat het jou overkomt. Je dreigt wereldkampioen te worden, maar je raakt geblesseerd. Ja, het is enorm zuur. Eerste keer bovenbeen gebroken. Dat was eigenlijk 5, 6 dagen voordat ik de derde titel zou binnenhalen. Het jaar erop stond ik weer enorme leiding en een paar kleine blessures. En toen, overmaat van ramp, viel ik eigenlijk zachtjes. Kwam ik in aanraking met een andere rijder die reed mijn heup uit te komen. Ja, dan is gewoon een hele lange tijd eruit. Wat heb je nu? Sleutelbeen gebroken, dus dat is maar een kleine blessure. Is jou pas ook wel eens overkomen, toch? Nee, wielrenner. Nooit. Nee? Nee, nooit. De enige wielrenner die het nooit overkomen is? Een van de weinigen, maar ik was natuurlijk heel voorzichtig altijd. Hè? En je hebt misschien hele sterke sleutelbenen. Sterke botten. Maar sleutelbeen, maar betekent dat je dat die wereldtitel echt in gevaar is? Nou, gevaar, zo zal ik het niet noemen. Wanneer ik terug op de motor zou stappen, zou ik normaal nog een hele leiding kunnen hebben. Een hele grote leiding, maar... Ja, ik had toch liever de buit zo snel mogelijk binnen. Normaal gezien zou ik in één deze week de wereldtitel kunnen binnenhalen. En nu gaat alles weer een stapje vooruitgeschoven worden. Dus het belangrijkste is gewoon nou 100% terug achter de starttijd kunnen verschijnen. En dan hoop ik alsnog na zo lang wachten die titel kunnen binnenhalen. Je moet ook niet vergeten, je bent wel 2 keer wereldkampioen geweest, hè? 2 keer geweest en 2 keer weggegooid helaas al, ja. 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 Hoe vaak heb je iets gebroken? Toch al vaak, moet ik zeggen. Ik durf niet precies een aantallen te zeggen, dan zou ik even moeten denken. Je bent echt de tijd tel kwijt geraakt. Het is niet dat ik zo heel veel heb gebroken. Ik denk een keer of 5, 6 botten gebroken. Oh ja, niet heel vaak. Nee, nou, kijk, een sleutelbeentje breken is 2 keer gebeurd nu. Sleutelbeen is niet super erg, maar ik heb ook een keer mijn bovenbeen gebroken. Ja. Ja, dan doet het wel wat meer. We hebben hier een anatomisch model, een skelet. Ja. Ik heb hier plakkertjes. Ja. Plak nou eens op waar jij iets gebroken hebt. Heb ik genoeg plakkers? De meest pijnlijke. De meest pijnlijke. Dat is nummer 1. Dat is je bovenbeen, ja. Bovenbeen. Dat was toen je ook wereldkampioen zou worden. Ja, 1 keer een stressfractuur gehad. Maar ja, dat is niet echt een botbreuk. Maar ja, die zal dan toch maar meetellen. Stressfractuurtje, ja. Met hardlopen gekomen eigenlijk. Dat is met hardlopen gekomen? Met hardlopen. Maar, dan rechtse bovenarm. Maar Jeffrey, hoe kan je nou je been breken als je gaat hardlopen? Nou, dat is niet helemaal gebroken. Maar er zat gewoon een stressfractuur heet en een heel klein scheurtje in. Dus dat wil zeggen 3 weken benen mogen genezen. Geen operatie of zo, maar... We zien even wat jij allemaal met de motor doet. En dan ga je hardlopen en dan breek... Ik heb nog nooit met hardlopen mijn been gebroken. Wat gebeurde er dan? Ja, niks. Gewoon heel veel gelopen. Heb je dan niet gewoon hele slappe botten? Dat zou bij mijn moeder moeten zijn. Maar okay. Ik zal nog even doorgaan. Ik zal kijken of jij nog genoeg... Oké, dat is... Sleutelbeen. Sleutelbeen. 2 keer. Iemand zeggen wel eens wielrenners harde mensen zijn, hè? Maar Jeffrey vertelde voor de uitzending tegen mij. Hij is 2 weken geleden geopereerd. 2 weken geleden, geloof ik, hè? Ja, 2 weken geleden, ja. Over 2 weken zit u op de motor, denkt u? Dat is toch niet te geloven? Ja, vorige keer had ik sleutelbeen gebroken, toen was het 9 dagen. Ja, dus. En dan wel met veel pijnstillers op, neem ik aan? Nee, relatief weinig. Ja, maar jij bent echt een harde jongen dan. En dat ook nog. En heb je ik ben door de plakkers heen te geraken. Nee, we hebben een hele rol, hoor. We hebben een hele rol. Maar ik ben bijna klaar, als het goed is. toevallig deed ik nog een keer mijn hak. Zal ik maar even doen. Zo. Dat was tijdens? De greep een Nederlands kampioenschapwedstrijd. Voet in de grond. En een scheurtje erin. Dus ja, het is niet door de midden, maar toch een breuk als je het zo wil zien. Ik vind het meetellen hoor. Ik vind het niet helemaal door te zijn. Dan heb ik nog 1 ding en dat is mijn vinger. En dan zijn we klaar. Dan hebben we toch al genoeg plakkers voor 21 erop zitten, denk ik. Wat denk je zelf zo. Als je dit ziet? Waar ben ik aan begonnen? Ja? Ja? Denk je dat wel eens? Nou, kijk, sommige dingen... Genezen is genezen. Wat ik zeg, ik heb ook ooit mijn ribben gebroken. En dan, dat genezen heb je geen last van. Hetzelfde mijn sleutelbeen. Maar eigenlijk van alles wat ik ooit heb gehad, heb ik eigenlijk relatief nergens geen last van. Dagelijks leven helemaal niks.
Wel moet ik zeggen, mijn heup die uit de kom is geweest, daar zit ik dan nog wel vaak, best wel vaak last van. Nog steeds? Ja, nog steeds. En, maar voor de rest, wat ik zeg, een botbreuk, genezen is genezen. Dus dan is het eigenlijk een beetje zoals vanouds. Wat zegt het alles eigenlijk over jouw karakter? Toch wel een beetje een diehard. Ja. Blijft toch terugkomen. Maar heel veel crossers hebben hiermee te maken. Het is niet dat ik nu enorm veel geblesseerd ben. Dus gewoon part of the job? Part of the job, ja. Er gebeuren ook veel erger letsels. Heel veel vrienden of mensen die ik goed ken in een rolstoel, verlamd, noem maar op. Dus ja, als ik er met dik kan afkomen en een beetje een kwaaie heup, dan... Maar Jeff, in een rolstoel, verlamd, dat soort zaken. Ja. Denk jij nooit van, moet ik hier wel mee doorgaan? Je bent nu 2 keer wereldkampioen geworden. Ja. Ja, absoluut, maar... Dan spreek ik met die jongens en dan zegt hij, ja, maar er zat er ook eentje in de kliniek en die was aan het jagen en die kreeg een tak op zijn kop en die zit tot hier in een rolstoel dierplan. Dus ja, je weet maar nooit of de ene is met een auto-ongeluk. Of de ander gaat hardlopen. De ene gaat hardlopen. Dus in mijn ogen is het hele leven risico op het moment dat je geboren bent tot het moment dat je doodgaat. Kan daar ook naar huis rijden en dan kan er ook iets heel raars gebeuren. Oké, maar op een motor zitten is extra risico. Groot risico, inderdaad. Ja. Maar jij wil dat risico wel aangaan? Nou, ik probeer het nog enkele jaren zo goed mogelijk te doen. Ik heb eigenlijk tot mijn 19 relatief bijna helemaal geen blessures gehad. 1 keer mijn arm gebroken. Yeah. Ook was maar gescheurd, dus allemaal niet heel spannend. Maar, en een keer schouder uitkomen, maar voor de rest... Maar anders, je bent ook nog echt heel jong, hè? Nou, heel jong. Heel jong. Voor deze sport die kun je maar tot je 28, 30 doen eigenlijk. En dan is het toch... Ja, ten eerste ben je meestal beu en ben je zelf gewoon afgeschreven... Hetzelfde met voetballer, hardlopen. Ja, je bent op een gegeven moment op je top en ja, daarna... Ja, ik ben niet voor altijd goed, hè. Ben je wel eens bang? Nou, ik heb toch wel... Kijk, die andere blessures op mijn heup en mijn bovenbeen na... Dat waren allemaal relatief klein, maar 3 weken eruit, 6 weken volledig genezen. Dus zo wat. Maar ja, als je dan zo'n bovenbeen breekt en dan krijg je dan een infectie in... en dan lig je gewoon 8 maanden uit. 2 hele zware operaties moet ondergaan, noem maar op. En dan zo'n heup waar je toch een dagelijks last van hebt, ja, dan denk ik wel van... Ik kan me wel voorstellen dat je dan ook wel anders gaat crossen. Dat je, als je eenmaal anders gaat crossen, voorzichtiger, dat je dan niet meer wint. Nee, dat absoluut niet. Ik denk wel dat ik afgelopen seizoen een heel andere denkwijze heb gehad. En veel rustiger was, want eerst was het gewoon start dat ik viel en moest zo snel mogelijk naar leiding gaan winnen. En nu heb ik dat eigenlijk totaal niet meer. Maar daar heb ik bijna helemaal geen blessures gehad. Alleen een sleutelbeen, een klein scheurtje in mijn hak. En een sleutelbeen komt eigenlijk nog door een oude blessure van vorig jaar. Hebben ze het eigenlijk niet super goed gemaakt. Niet dus, goed. Maar ja, natuurlijk, het maakt het allemaal niet beter op. Maar wat wil je nog bereiken? Dus een korte periode, zoveel mogelijk titels. En zoveel mogelijk overwinningen. En dan, is voor mij wel goed geweest. Op een gegeven moment moet je toch zeggen tegen je eigen van... Ja, het is een keer goed geweest. Jij zit nu zeg maar in de eerste divisie van het motocrossen. Je hebt ook de MXGP. Dat is natuurlijk de eredivisie, de Formule 1. Ja. Daar hoor jij toch ook thuis? Ja, sowieso. Eigenlijk hoor ik daar al 2 jaar geleden ook naartoe gaan, die klasse. Maar ja, toen kwam er mijn bovenbeenbreuk tussen. Kon ik pas heel laat mijn voorbereiding oppikken, een maand voor het seizoen. Ja, en dan afgelopen jaar die heup. Dus daardoor ben ik eigenlijk nog in die MX2-klasse. Als je nu wereldkampioen wordt? Dan is sowieso de planning om... om over te gaan. Ze hebben ook een regeling veranderd dat normaal het verplicht gaat zijn dat ik moet overstappen. Dus wanneer dat niet is, dan is het nog een twijfelachtig geval. Met samenspraak met de sponsor en team. Dat is wel uiteindelijk je doel, denk ik, toch? Ja, om in die klasse wereldkampioen te worden. Sowieso. Ja, sowieso. Ja. Dat gaat je vast wel lukken. Op karakter? Nou, karakter is in ieder geval... De snelheid en snelheid is nooit een probleem geweest. Karakter ook niet? Alleen de botten? Alleen de blessures. Ja. Helaas, ja. Bedankt. Dank dat je er was. Leuk. Dank je wel. Thank you.